En onze Bibi is geopereerd. Ze heeft daar een ritssluiting gekregen. En ze moet afvallen en ze moet nog een keer onder het mes, want ze heeft nog een kiesten of weet ik wel wat erin. Kiesten wordt er gezegd. Nou, lieve vrienden, even hierbij de gracht weer, een stuk verderop richting het centrum, zijn meer koetjes bezig een nestje te bouwen daar boven op dat bootje. Ja, lieve vrienden, zoals jullie zien zit ik toch in het oranje, hè? Ja. Maar oké, maakt het allemaal niet uit. Ook een beetje de make-up aangepast. Ik heb de vlag ook uitgehangen. Maar ik wens jullie ook natuurlijk weer een hartelijk welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En ik wens jullie allemaal een hele, hele fijne, liefdevolle Koningsdag, Woningsdag toe. Ja, je moet thuis blijven. Er is niks aan te doen. Oké, je moet je hondje uitlaten, je moet weet ik veel wat doen, maar als je niet naar buiten moet, blijf dan thuis. Ja, doe ik ook. Ik ga zo meteen wel met Rijke uit en ik kijk tevens of er een winkel open is, want ik wil wel even nog een gebakje halen. Ja, ook dat. Hé, ja nou, je hebt een beetje vocht in de oogjes, maar ja, maakt niet uit. Hé, moet even schoongemaakt worden. Komt goed. Maar ja, ik heb de vlag dus ook uitgehangen en had ik even heel veel moeite mee, want hij hing als een pierlala strak naar beneden. Ik denk, waarom waait het nou niet? Het woeit helemaal niet, want het gewind. Maar ik kreeg dat koord niet om die panel heen geslingerd. Nou, de buurvrouw heeft even geholpen en we hebben het samen toch gefixt. Ja. Nou, ik heb de televisie aan, ik heb de livestream aan, er wordt nou steeds... gezongen, maar geen teken van onze Willem. Nee, van onze jarige Joppie. Ook wil ik hem vanaf mijn kant van harte feliciteren. Dat ja, majesteit, ja, ik zeg altijd Willempie hoor. Ja, je bent jonger dan mij, maar maakt niet uit. Je bent een goede koning, je reageert goed. Ja hoor, dat ook je vrouw Maxima, een hele goede koningin. Lieve mensen zijn jullie, net zoals jullie kinderen, ik wens jullie een hele fijne, liefdevolle verjaardag toe vandaag. In jullie huis, kasteel, wat is het? In Den Haag, vlakbij mijn dochter wonen jullie. Ja, hartstikke leuk, vlakbij mijn dochter Karin. Ik ben ook al eens een keer langs jullie droompaleisje langs gereden op mijn scootmobiel. Ja, en ook al met de bewaking die daar staat gesproken. Vanwege de honden die we bij ons hadden. Dat was wel eventjes leuk, ja. Zijn de majesteit, de koning Willem-Alexander, die is vandaag jarig. En nogmaals, van harte gefeliciteerd. En... God zegen en ik hoop dat de coronavirus snel voorbij zal zijn, want dit is voor ons allen niks. Nee, helemaal niks. Dat er geen Koningsdag gevierd wordt, oké, ik kan mijn verjaardag ook wel eens niet vieren, om wat voor redenen dan ook, maar gezellig is het niet, leuk is het niet, het is helemaal momenteel niet leuk, maar ja. Doen we helemaal niks aan. Het is nou helemaal zo. En daarom moeten we het samen doen. En samen zijn we sterk. Komt het vanzelf wel goed? Luisteren naar elkaar. Hou afstand. 1 meter 5. Tenminste 1,5 meter moet je van elkaar afwezen. Doe dat dan. Waar het even niet kan, raak elkaar niet aan. Zoals in een winkelpad of wat dan ook. Raak elkaar niet aan. Nee. Ik hoorde een verhaal van iemand. Die was ook aan het in de supermarkt was dat. En er was een klant die moest wat hebben. Uit een schap bovenin. Maar daar zat ook een jongen op zijn knieën een schap te vullen. Dus is een werknemer. Wat doet die persoon? Die gaat zo over me heen hangen. Nou, dat mag niet. Ook
Die persoon die op zijn knieën zit, die werknemer, daar moet je 1,5 meter vanaf blijven. En dan moet je het vragen, mag ik er even bij? Dan had die jongen opgestaan. Maar nee, overeen hangen. Nee, het kan zo wel. Nee, het kan zo niet. Hou daar rekening mee. Hou rekening met elkaar en niet alleen met jezelf. Simpel. Maar oké, lieve vrienden, geniet ze. Gaan kopen, het is prachtig mooi weer. Ik werd wakker geluid. Ja, door de kerken. Ik heb pas gevoel, ik deed de dakraam van Lucheka maar even open. Ik denk, hoeveel hoor ik er wel niet? Nou, ik meen dat ik een stuk of 3 of 4 hoorde. Ik denk, oké, prima. Ja. Dus ja, gelijk mijn medicijnen maar ingenomen en eventjes wakker geworden. Ik denk, nou, wat is dit allemaal? Oh ja, Koningsdag. Nou ja, televisie staat op Nederland 1. En ik heb de livestream aan, dus het komt allemaal goed. Ja, er is nou muziek ook op de livestream, maar dat heb ik even zacht. Dat zijn allemaal oude beelden van Koningsdag op de televisie, Nederland 1. Dus ja, vervelen hoef je je niet. Echt niet. Dat ik ga zo met mijn kleine meid even lopen, ze is nou druk bezig met zo'n kluif en hier hebben we Ewin. Ja! Ga weg. Is dat lekker, meisje? Oh, is dat zo lekker, kind? Is dat zo lekker? Ja, is dat zo lekker? Oei, oei, oei. En ik zag Gandalf voor het raam zitten. Dus die zullen we ook even binnen laten. Hé? Ja, wou je naar binnen, man? Hé, wou je naar binnen? Dan moet ik eerst het beertje weghalen. Ja, ga jij eens ook even weg. En ik moet het links doen, want ik heb een beste snee in mijn rechterduim. Kom maar, goed zo, man. Zo, en ik ben niet de enige die de vlag uit heeft hangen. Ik heb er nog een paar gezien. Ja, mijn duim, nou, die doet best zeer. En die weer komt zo wel. Ik weet niet of jullie het al kunnen zien. Moet ik even kijken of ik het moet hebben. Ja, kijk eens. Doet zeer hoor. Echt wel. Maar oké, ik ga de dieren even lekker eten geven. En mezelf, want ik heb nog niet eens gegeten. Ik ben gelijk bezig geweest. Dat wordt wel tijd dat ik even een hapje ga eten, of niet dan? Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En tot later. Doei, doei. Hey, hallo lieve vrienden. Ja, daar ben ik weer. En ik heb even wat lekkers in huis gehaald voor bij de koffie. En Ruud met Bibi zijn hier. En onze Bibi is geopereerd. Ze heeft daar een ritssluitingtje gekregen. En ze moet afvallen. En ze moet nog een keer onder het mes. Want ze heeft nog een kiesten of weet ik wel wat erin. Kiesten wordt er gezegd. Dus ja, dat moet ook dan nog gedaan worden, maar dat is later een zorg. Eerst moet dit genezen voordat ze dan weer onder het mes kan. Ja. Oh. Want ze zit nou nog aan de medicatie. Ja. Ja, nou, en ik heb lekker oranje tompoes waren er niet meer hoor. Nee, ik heb maar eventjes, ja. Ze heten tegenwoordig bosserbollen. Nou, dat vind ik dom. Ik zeg gewoon morkop. Ja. Dan mag ook een jodenkoek niet meer, of blanke vla. Moeten ze dat ook maar af gaan schaffen. Ja. Ja, kom op zeg. Net zoals met Zwarte Piet, ik ben daar nog steeds fel tegen dat juist iemand die Zwarte Piet is geweest, die er nou op tegen is. Omdat het racistisch is. Hier, gaat je. Het is niet racistisch, want Sinterklaas heeft juist die mensen vroeger geholpen. Maar ja, oké, we hebben nou feest. En we gaan het vieren. Ik ben in het oranje, zoals jullie zien. En met rood, wit, blauw. Ik ook. Oh kijk, zelfs Ruud die heeft een oranje shirt aan. Dus helemaal top. Enkel, ik ben wel weer kwaad op een paar stadsgenoten die ik niet kan. Ja, die hebben weer gisteren lekker aan het pimpelen geweest. Dus ze hadden een terras van een... hoe noem je zoiets, een café, restaurant, weet ik veel wat het was.
Daar hadden ze het terras maar hun toegeëigend, want dat bedrijf was gewoon gesloten, er was niemand aanwezig. Maar ze hadden het terras maar hun toegeëigend. En aan de pimpel wat ze mee hadden genomen van huis. En dat doe je toch niet? Ze zaten allemaal op elkaar. Nou, dan hadden ze een hele grote groep. En ze beweren ze ook nog dat ze elkaar niet kunnen. Ja, opgehoepeld. Dus de politie heeft eventjes kunnen dokken. Goed gedaan, heren of dames, agenten. Ja, heel goed gedaan. Maar oké, die gaan meteen of zoiets? Ja, nee, hij gooit ze maar weg in de container. Oh, gaat ze dat weggooien? Ja. Nou ja, tennisracket, lampenkappie. Oké. Ja, alles. Maar kijk, die blijven tenminste anderhalve meter van elkaar staan. Wat nog wel verder? Blijf wel 3 meter zoiets. Ja. Kijk, dat vind ik nog eens een keer top, als jullie dat kunnen zien, die mensen. Ja. Ik hoop dat jullie dat zien, want ik kan er niet naartoe, want dan zien hun dat. Ja. Maar in ieder geval, ze staan meer dan 2 meter van elkaar af. Ja. Ja, maar in ieder geval, ik zal jullie goed zetten, zo. Maar in ieder geval, ik heb mijn computer aan met de livestream, maar het lijkt wel of het weer opnieuw begint daar, want dat heb ik al gezien. Ja. Maar we wachten ook op Willem natuurlijk, ja, en Maxima, dat die weer eens eventjes laten zien. Ik weet wel dat we vanavond rond 1:05 of weet ik van hoe laat een proosten gaat. Dus ja, dat willen we ook zien natuurlijk, hè. Ja. En ik kwam diegene tegen die de sleutels niet terug wou geven, die ik dus al wel inmiddels heb, en mijn geld. Ja. Dan kwam ik er tegen. En diegene die wou hebben dat ik stil bleef staan, maar ik had haast. Ik moest op tijd thuis zijn, want ik wist dat Ruud kwam. Maar ik ga niet bij haar staan. Ik wil sowieso met haar, met diegene meer dan 1,5 meter hebben. Ja, want ik wil geen contact met haar qua handen of wat dan ook. Dat wil ik niet. Dat heb ik met Ruud zelf nog niet eens. Geen contact, geen lichaamscontact. Van elkaar af blijven. Nou, en met diegene dus al helemaal. Ja, dat wil je niet hebben. Dus, Ruud die gaf mij een tip. Ik had er zelf niet eens iets aan gedacht. Maar ik heb hier zo'n hele dingetje hangen. Ja. Kom. En zo'n stokkie met een handgreep. Kijk, indrukken en dan gaat... Kijk. Dus, doet ze daar met tussen een envelop met inhoud en dan kan ik hem zo aanpakken. Ja toch? Ja. Gewoon door het raam die open wordt gedaan. Klaar. Ja. Open. Ja. Goh. Maar dan wil ze wel hebben dat ik met mijn scootmobiel op straat blijf staan om het te overhandigen. Ja. Nee, doe je niet op straat. Sowieso niet op straat. Absoluut niet. Waar heeft dat iedereen een crossie? Ik heb het nog beter voor je deur afgeven. Of bij mij door de brievenbus doen. Met een briefje erbij. Ja, dan op straat, want dat hoeft een ander niet te weten. Tenminste, hier in deze stad. Jullie weten het nou, maar ik heb geen naam genoemd. Heb ik tot heden ook niet gedaan en dat zal ik ook niet doen. Dus ja. Mondje gesloten. Ja toch? Ja. Ik ben denk ik mijn frustratie kwijt, maar ik zal hem niet de naam vertellen. Nee. Doen we niet. Maar oké, wij gaan een verder feestje bouwen hier al. We doen er nog wat drinken met een gebakje erbij. En met een borstelbol, ik zeg een moorkop.nl. Ja. En ik ben mijn Wattis app in de gaten te houden, want ik word... Sorry. Ook even in gesprek met Karin. Dus komt wel goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en wees blij, wees vrolijk, want koning Willem-Alexander is jarig. Hiep, riep, hoera! Hallo, lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer eventjes. Ja, en Ruudie is nog steeds hier, maar wij gaan even de hondjes doen. En ik loop er gelijk mee voor een bak koffie weer bij Ruud. En zo komen we de dag wel weer door. Ik moet achteruit, vooruit.
Maar ik heb niet een je schaken bij die tomaten staan tussen. Kan dat? Ja, kan. Oh, denk erom dat je lekt. Heb je een schepje? Nee. Ja, schepjes genoeg. Maar oké, hij gaat nou eerst eventjes een vergeetmenietje bij de aardbeien zetten. Geweldig. Kijk, achter je, tegen die schutting aan, daar hangt een poepschepje. Maar die zit geen poep aan, daar kun je het mee doen. Graag schomen, nee. En graag weer terughangen. Ga toch. Ja, ze komt toch al. Deur dicht. Dank je. Ja, toch. Maar in ieder geval, ik loop mee die kant op. Ik ken Rijka ook gelijk de boel te doen wat ze moet doen. En dan is ze ook weer even buiten. En dan gelijk bij Rutte even een bak koffie. En zo komen we onze dag ook wel weer door. Toch? Ja. Ik vond het heel leuk dat onze koninklijke hoogheid Willem-Alexander zijn glas heeft om 4:00. We hebben eventjes gezellig meegedaan. Ook heeft Ruud met zijn aanstaande man contact gehad. Via Facebook even en dan even live. Dus ja, altijd leuk voor die jongen. Ja. En er is eventjes geholpen weer. Maar dat komt allemaal goed. Ik hoop dat we ook eens een keer die corona eindelijk voorbij zal gaan. Maar ja, we zitten er toch nog middenin. En ik hoop dat het toch halverwege mei de... De lockdown een beetje versoepeld wordt. En dat we toch weer iets meer mogen gaan doen. Zoals naar een kapper. Ja, dan kan ik voor mijn verjaardag naar de kapper. Ja. Ik ben 23 juni jarig, dus jullie mogen me dan allemaal feliciteren. Maar ik wil dan zo graag al bij de kap geweest zijn. Lekker kort weer, want het is me te lang. Ik heb een matje in mijn nek, hou ik niet van. En dit allemaal weer kort. En flink kort ook. Ja, flink kort. Ja, Karin die had ook laatst een leuk model. En had ze ook hier al helemaal opgeschoren. Nou, dat vond ik heel erg leuk bij haar. Misschien dat ik dat ook wel laat doen. Ja. Maar dat zien we dan wel weer. Zover is het nog niet. Maar ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag. Geniet ervan. Proost op onze Willem. En ik zou zeggen, tot later. Neem jullie wel mee. Altijd gezellig. Toch? Ik zou zeggen, tot straks bij Ruud in huis. Doei! Nou, lieve vrienden. Hoi. Even hier bij de gracht weer. Een stuk verderop richting het centrum. Er zijn meer koetjes bezig een nestje te bouwen daar boven op dat bootje. Kijk, 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 kijk. Twee takken. Hup. Hoe mooi is dat, hè? Ja, kijk dan, geweldig. Ja. Maar we krijgen het voor elkaar, hoor. Ja. Echt. Hup. Mooi, hè? Ja. Meer. Nou, er was ook een kraai. En kraaien die willen ze toch altijd verjagen. Ja. Maar ik vind het zo bijzonder. Ja, en wie loopt er mee, lieve vrienden? Daar loopt Kandolf. En daar hebben we Bibi. Met Ruud. Maar ik vind dat zo gaaf. Ja, en die rotmeeuwen ook, hè. Die houden haar in de gaten met wat ze doet. Komt ze weer. Komt ze weer. Weer een takje in de bekje. Bibi. Ik vind dat zo mooi, hè. Ze doet toch niks. Ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig. Nou, lieve vrienden, we gaan verder, want ik heb zin in een bakje koffie. En weer een stukje verderop. Weer een meerkoet op haar nest. En ja, waar is haar mannetje nou? Oh, daar aan de overkant. Ze heeft eitjes. Heeft ze eitjes? Ze heeft geen eitjes.
Kunnen jullie het zien? Ja, eitjes, ja, een stuk of 10. Een stuk of 10 wordt er door Ruud gezegd. Ze heeft er even omgedraaid. Doet ze goed. En die is aan het spul zoeken daar aan de overkant. Waar ben je daar? Die is aan het zoeken naar nestmateriaal. Ja, hij kwam net ook terug met nestmateriaal. Ja. Nou, dat geeft hij aan haar. En zij ligt dan netjes. Hoe mooi, hè? Zo geweldig. Dan kan je zien dat de natuur mooi is. Enkel ja, die rotkraaien en die rotmeeuwen. Ga je doen. Echt heel mooi, bijzonder. Ik ben een mannetje kwijt. Ik ook. Oh, daar ging veel. Ja. Die poezel. Ja, toch? Ik wou dat hij maar weer terugkwam, want dan kon ik dat ook eventjes vastleggen. Dat is zo'n leuk gezicht. Oh, maar even kijken. Ja. Mooi. Ah, hij blijft daar maar hangen. Ja. Oh, kijk eens erin. Die kan er niet bij. Er zit toch water tussen. Pas ga naar huis. En Kandolf is een hei. Is een mannetje. Ja. Kan ik nog verder in zoomen? Nee. Hij gaat er bovenop dat plankje zitten. Daar haalt hij ook natuurlijk wat weg. Ja. Dat is ook een nest geweest. Ja. Hij haalt daar materiaal ook weg. Komt hij hoor, komt hij. Oh, moet je hem zien zwemmen. Geweldig. Komt hij hoor. Naar zijn vrouwtje toe. Geweldig. Prachtig. Ja, die hoort bij mij. Ja, ja. Mooi, hè? Kijk dan. Komt-ie, komt-ie, komt-ie. Op het nest. En geeft het weer aan zijn vrouwtje. Alsjeblieft, vrouwtje. Ach, goh, zo lief. Nou, lieve vrienden, we gaan weer verder. Totdat we weer wat zien. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik heb bij Ruud zelf niet aan het filmen geweest. Nee. Ook niet aan gedacht hoor, we zaten er weer diep in gesprek en van muziek luisteren bij hem en nou ja, Bibi had daarover gegeven, Rijka die doet wat anders daar en die wil dat geurtje van Rijka en van Bibi weer wegdoen met een geurtje van zichzelf, dus ja, dat is ook even schoonmaken daar, dus ja, kun je ook niks aan doen en nou ligt Rijka te slapen, joh, die is moe. Maar ook is Rijka verwend door Ruud. Maar haar, dat zit weer lekker. Alle kanten op al wil groeien. Maar ja, dat heet wanneer je niet naar de kapper mag. Ook dat. Ze heeft al eten gehad. Dus ja, nou moet ik nog. En Kandolf en Eeuwin. Dus ja. En het was heerlijk genieten langs de waterkant. Of niet dan? Jullie hebben het gezien, die meerkoetjes met die kleine kuikentjes en netjes te bouwen. Zo leuk, hè? Zo lief. Ja, echt wel. Maar oké, lieve vrienden, ik ga nou ook gelijk sluiten, want ik ben moe. Ja, echt. Ook van het lopen. En zometeen, ja, ik ben ook televisie al aan het kijken. Ik heb mijn serie ervoor. Waar ik al een gedeelte van gemist heb, want ik schrok me rot dat het al alle 7 was. Ik dacht, wow. Nou ja, gauw naar huis.
Maar in ieder geval, ik heb nou nog meer te doen. Ik wil ook eten. Ik heb ook zin in wat lekker wat eten, hè? Ja, nou, jij ook eten, meisje. Ja, zij wil ook eten. Hé, schatje? Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie koningsavond, wat je thuis moet vieren. Met een borreltje en een hapje of een drankje of een sapje of wat dan ook. Geniet van alles met wat jullie doen gaan. En blijf vooral gezond en graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei.